Ja, ik ben wel iets op. Ik ben 13 jaar en ik kom uit Coevorden. Nou, ik ben Jaro Hoekstra, ik ben 14 jaar. En ja, zoals je ziet, ik rijd motor. En Jaro komt uit Assen. Hij reed voor dit seizoen nog nooit op een motor en is dus een echte debutant. Walid is bezig aan zijn tweede jaar en staat derde in het kampioenschap. Joey Litjens begeleidt namens de KNMV de jeugd. Zelf was hij 5 jaar geleden nog Grand Prix coureur en reed hij nog de TT. Maar een zware crash maakte in 2009 een vroegtijdig einde aan zijn carrière. Hij raakte verlamd aan zijn rechterarm. Kijk, van verlamde arm naar een enigszins functionele arm gaan, dat was natuurlijk nummer 1. Maar ook terug die motor op, want dat zou hoe dan ook, dat moest gebeuren. En ja, dat is inmiddels al een aantal keer gelukt zelfs. En van het een komt het ander natuurlijk, dat heb ik ook al vaker aangegeven. Ja, zover zijn we nou eigenlijk al. Want Litjens traint alweer en hoopt dit jaar weer een race mee te pikken op zijn eigen niveau. En dan weer terug naar de jeugd, want het is best lastig om te leren racen. Schakelen moet je onder de knie hebben, je moet goed kunnen insturen, je moet kracht hebben, je moet goede conditie hebben. En ja, dan moet je dus allemaal trainen. En de NSF 100 Cup is niet voor iedereen weggelegd. Je kunt je opgeven, dan kom je voor een gesprek en dan gaan we een keertje rijden en dan gaan we nog een keertje rijden. En op basis daarvan wordt een selectie gemaakt. En dan moet ik zeggen dat we dit jaar wel een bijzonder goede groep hebben. Mannen zijn klein, jong, gedreven. Vergeleken met de voorgaande jaren zijn we een stap verder. Hij werkt met stoepkrijt op de baan. Dan zet hij punten neer en dan moet je insturen of remmen. En dat, ja, en hij leert ons hoe je beter kan schakelen en remmen. En je hebt hier veel strijd en dan leer je ook van hoe je moet rijden en zo. En dan gaan we later dan na de wedstrijd of training gaan we weer in de trailer. En dan legt Joey allemaal dingen uit en zo. Victor en Jim, jullie gingen in het begin gewoon meteen er tegenaan. Er was niks aan de hand, hè? Dat was gewoon goed. En toen begon het te regenen en toen was het een beetje min. Dan heb ik eigenlijk een vraag aan de rest van de groep. Als je twee jongens ziet wegrijden, dan vraag je jezelf toch wel een beetje zo af, van, hoe kan dat nou? Dan ga je er toch achteraan? Willen. De jongens die moeten dat willen. Dat is met name voor mij wel heel belangrijk. Kijk, als je hier bent en je bent het omdat je het leuk vindt, vind ik ook prima. Maar dan steek ik er, ja, hoe dan ook, uiteindelijk over een jaar misschien toch wel iets minder tijden dan iemand die het echt wil. Dus hier is de grip en de regel goed. En dat hebben jullie gezien, want Victor en Jim, die piept hem dan meteen tussenuit en die waren gewoon wakker. Ik kwam thuis van school en ik trapte de crossmotor aan en ik ging crossen. En alleen maar rijden, elke rijden. Dat mijn vader en mijn moeder zeiden van Joey, dit is ook een keer zat. Weet je, stop maar eens een keer met dat ding. Maar ik heb het gewoon allemaal zelf een beetje moeten uitvogelen. En uiteindelijk, ja, een opleidingsklasse steeds, nee, die hadden wij niet. Die was er gewoon niet. En zeker niet met de coach, de begeleiding of met de ondersteuning van de KNV erbij. Dat was er gewoon echt niet. Maar het beste is dus, we gaan plat. We liften hem en we geven gas. Wat is jouw ultieme droom op het gebied van motorrijden? Dat ik in een MotoGP kom te rijden. MotoGP. Echt waar? Ja. Op dat hele lange circuit erachter? Ja. Kijk, Walid is dat mannetje wat het bijzonder wil. Maar als ik bij Jaro in de ogen kijk, dat is identiek. Kijk, in de trainingen vind ik hem af en toe een beetje lief. Vind hij het ook wel leuk. Maar zodra de wedstrijd is, dan slaat hij gewoon. Dan zie je die ogen. Die gaat wel verder komen. Puur op de wil. Na 5 wedstrijden staat Jaro op de 15e plaats. Walid vinden we terug op plaats 3. Is hij dan de nieuwe Iwema?